te zetten. Het is mij een jaar geleden gevraagd hebben we eens te kijken. Wat toen zag was eigenlijk goede mensen, hele goede mensen in alle winkels. Ik zag een fantastische collectie, alleen ik miste het verhaal erin, ik miste de basis. Toen zijn we met elkaar aan de slag gegaan om Tuute weer opnieuw op te schudden. Van geboorte ben ik Rotterdammer en volgens mij hebben Achterhoekers en Rotterdammers één ding gemeen. Ze zijn allebei nuchter. En doe maar normaal. En dat stralen wij hopelijk met het televisieprogramma Topspeed ook uit. En volgens mij straalt Tuute dat ook uit. Dus die hebben mij gevraagd of ik mee wil denken in de mediakeuze voor de komende maanden en jaren. Om het nieuwe gevoel, het nieuwe Tuute-gevoel dat men heeft gecreëerd, uit te dragen. Als ik kijk naar wat we het laatste jaar gedaan hebben, of drie kwart jaar, dan is eigenlijk 80%, misschien wel 90% van de investeringen mensen gaan zitten. In trainingen, in coaching, in het begeleiden met hoe presenteer je. Laat mensen zich fijn voelen. Als je om je heen kijkt, dan zie ik nu allemaal blije mensen. En ik, wij kennen elkaar al meer dan 8 jaar. We hebben heel erg goed en lang samengewerkt. En die heeft mij gevraagd of ik dit voor Tuute ook wil doen. Ja, en bij wijze van uitzondering stap ik dan voor 1 avond uit de kleding van State of Art. Ik heb wel gezegd, ja, ik trek het wel vanavond gelijk weer uit. En je moet zorgen dat mensen het gevoel hebben dat je aan het bouwen bent. En we zijn volop aan het bouwen. Ondanks dat het nog niet helemaal goed is in deze wereld. Maar het is belangrijk om vooruit te kijken dan om maar te blijven snijden. Ik geloof niet in snijden van organisaties.